Op kermiszondag 19 juni vond er in Neerbeek de processie plaats. Voorafgaand moest er natuurlijk een hele hoop werk verzet worden. Paaltjes zetten bijvoorbeeld. Heel veel paaltjes zetten. Zandfiguren werden er gemaakt, op straat. Vele handen maken licht werk. En dan kan de processie beginnen. Zeer bijzondere plek van de buurtvereniging Het Kapelke. Smiddags werd door buurtvereniging Kapelke de jaarlijkse straatkermis georganiseerd. Dit allemaal in het teken van de kinderen. Schminken, scooterrijden en trapezen springen. En natuurlijk was er ook de bekende tombola. We hebben een aantal rondes, dat kost een luidje 50 cent. We worden hier schoon aan het raad draaien. En de kinderen de prijs moeten winnen. En het geld dat we erover van hebben en krijgen, dat spenderen we ook weer aan de kinderattracties. Als de kinderen zich amuseren, dan amuseren zich ook de papa's en de mama's. Want ook zij hebben een natje en een droogje.